Jordi Kroeks, gefeliciteerd allereerst met uw overwinning. De band is gebroken nu na hard werk. Ja, zeker en vast. Kijk, als je vorige week wint en dan vandaag weer een mooie overwinning krijgt, dat is gewoon heel positief voor ons. Ik bedoel ook met dat doelpunt voor jou, het eerste doelpunt. Ja, zeker en vast. Ik was al belangrijk met assist en ik ben nu ook gewoon heel blij met mijn eerste doelpunt voor Roda. Nu gaan er nog meerdere komen, nu is alles los. Zoals ik zei, de band is gebroken. Ja, zeker en vast. Het heeft even geduurd, maar ik ben heel gelukkig met dit doelpunt. Ja, jullie pakken toch 7 punten uit 3 wedstrijden. Dat is niet verkeerd, sportief gezien. Nee, zeker en vast. Kijk, we zijn gewoon heel goed bezig de laatste week. We gaan nog heel mooie dingen doen. Ik kijk er naar uit. Roland Alberg, 3 doelpunten vandaag. Wat dacht je toen? Ja, is mooi voor die jongen. Kijk, hij heeft enkele weken niet gespeeld, is geblesseerd geweest en dan scoort hij vandaag 3 doelpunten. En zo zie je dat de jongens op de bank ook klaar zijn en het verschil kunnen maken. Betekent dat jullie een hele brede selectie hebben? Ja, zeker en vast. Je ziet ook de jonge gasten die inkomen. Is gewoon mooi voor die gasten die inkomen. En dat smaakt naar meer voor die jonge gasten, omdat ze zijn bij de selectie en dat is gewoon mooi. Voel jij jezelf in dit team? Ja, heel goed. Ik ben hier toegekomen, ik ben heel goed geaccepteerd en iedereen weet wat ik kan. Nu moet ik ook gewoon brengen. Ik ben, zoals ik juist zei, gelukkig met mijn doelpunt en nu mogen er nog meer komen.